gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, ik dacht inderdaad, jullie hebben nog een kater van het feest. Maar daar was niks van te merken. Vertel eens, hoe hadden jullie je gemotiveerd voor dit duel? Dat is een goede vraag. Ik denk dat we er gewoon het beste van wilden maken. We wilden het goed afsluiten. We hebben gewoon een grote groep waar we uit kunnen putten. En dat zie je ook vandaag. We kunnen gewoon goed stand houden tegen AZ, ook al hadden we het soms moeilijk. Maar de motivatie van vandaag was gewoon plezier maken en genieten van de wedstrijd. Jullie hadden ook een plan volgens mij. Hè? AZ ja, is niet een geoliede machine de afgelopen wedstrijden. Waar zagen jullie de kwetsbaarheden? Vooral in de omschakeling. En je ziet ook dat we daar sowieso de tweede... En ik twijfel de derde ook nog. Ik moet even goed voormalen, maar dat was ons plan. Vanuit de omschakeling daarachter komen. En dat is ook gelukt. Ja, we kennen je als doelpuntenmaker. Ook een hele mooie assist in deze wedstrijd. Hè? Is dat een kwestie van zien wat er om je heen gebeurt? Ja, ik zag hem komen. Vorige week zag ik hem ook komen met Kramer. Dus ja, kwestie van om je heen kijken, denk ik. Nu weten we bij RKC dat zo aan het einde van het seizoen de helft van de contracten een beetje aflopen. Dan moeten we een heel nieuw team samengesteld worden. Ja, jij zit ook een beetje in die situatie, als ik me niet vergis. Weet je al waar je volgend jaar speelt? Nou, mijn contract is afgelopen inderdaad. Ja, ik ben bezig met clubs. Go Ahead Eagles? Onder andere. Ja, dus, zijn er nog meer? Ik hoop gewoon voornamelijk van de week eruit te komen. Nu nog geen nieuwtje voor ons? Nee, nog niet. Dankjewel. Yes.